Dit is een opdracht voor een installatie op Soesterberg, de voormalige vliegbasis. In principe heb ik niet zo heel veel met de militaire wereld. Ik ken het ook helemaal niet. Maar wat mij interesseert überhaupt in elke beroep of achtergrond dan ook, is de mens daarbinnen. Dus ik was op zoek naar herkenbare menselijke aspecten. Dus ik heb in het archief van het ministerie van Defensie in Den Haag, in de Alexanderkazerne, heb ik een paar albums gevonden. Tussen die albums zat er één die ik prachtig vond, waar heel veel heel mooie foto's in zaten. Van een eindjaarse receptie in 1960. Die feestvierende mensen, die flirtende mensen, dat dubbele in de militair. Dus de plicht en alle protocol, maar vooral ook de mens. Ik ben nu eigenlijk 78 weefsels aan het maken. En ze zullen geconfectioneerd worden als inklapbedjes. Als soort beddoekjes, moet ik zeggen. En ze komen allemaal de oorspronkelijke bedjes te vervangen in een bunker onder de grond in Soesterberg. En dat was het heel bijzonder. Ik heb een bunker gekozen die gebruikt was in geval van chemisch aanval. De foto's die ik nu op jacquard machine laat weven, op achterdraad in het Textielmuseum Tilburg, het bijzondere aan die foto's is dat een van de draden die we gebruiken is een glow-in-the-dark draad, dus een fosforiserende draad. Het zijn de draden die wit-groener zijn. Ze zijn heel wit en ze hebben iets een beetje toxic-achtig groens daarin. De bedoeling is dat er een tijdsklok komt in de installatie en dat elke 6 minuten zo het licht uitgaan en dan dat de figuren zullen geleidelijk, dus ze zullen eerst heel veel opgloeien, dus eigenlijk als doodsmaskers, en heel langzaam dus fade out, terug naar de duisternis en dan gaat weer het felle licht aan. Dus daar zijn we ook heel erg aan het zoeken, heel plaatselijk op de goede plek die glow in the dark draden te krijgen.